Ja, eens even kijken. Ik heb een camera, want Nathan gelooft niet dat ik meedoe, dus dan kan ik het zelf even filmen. Even zien hoor. Nathan, ben jij er klaar voor? Oké. Ga je gang. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Zefsport at Home Workout. Zeker weten. Wat fijn dat wij er weer zijn. Ja. Nee, wat fijn dat jij er bent. We gaan er weer een hele toffe workout van maken. En film je dit nu thuis, kan je dat natuurlijk delen met de hashtag Zefsport at Home. 10 minuutjes lekker aan de bak. Ben je er klaar voor? Want omdat je thuis zit, betekent dat natuurlijk niet dat je niet in beweging moet blijven. En daar zorgen wij voor samen met jou. Dus we gaan aan de bak. Yes! We gaan uiteraard weer beginnen zoals we dat altijd doen, Hella Vetsi, met de warming-up. We gaan lekker boodschappen doen. Dus pak je winkelkarretje. Roep, ik heb hem al. Boodschappen halen. We gaan van alles pakken. Doe gezellig met ons mee. Ja, we rijden met het winkelkarretje door de huiskamer. Zeker. Doe even lekker mee. Warm een lipje. Ik heb nog 4 dingen gedaan. Ja, hebben we 4 dingen. En let op, daar gaan we. Een pak melk. Doe maar mee. Heel goed. En daar zo. Een zakje chips. Nee, dat is niet gezond. We gaan naar de fruit toe. Kom maar. Brood. Goed zo, Lavetsi. Pak het brood. Ja, brood. Huppakee, brood. En we gaan weer door. Fruit pakken. Goed zo. En daar onderaan, hup, chili saus. Ja, en yoghurt. Ja, zeker. En daarboven, oh, dat staat wel heel hoog, zeg. De dropjes. Ja, dropjes. Nee, dropjes. Oh, we gaan weer door met dit winkeltje. Hup, door naar de volgende. Door naar de volgende. Ja, 5 seconden. Ja, heb jij nog iets meenemen, Lavetsi, in 5 seconden? Ja. Wat dan? Alles snoep. Ja, en alles snoep. Nee, man. De toiletrollen. En het is gedaan. Toiletrollen hebben we nog even gepakt. Snel erbij. We hebben alles in ons winkelkarretje gedaan. Goed gedaan. Door naar de volgende opdracht. Zo. Lavetsi, ken jij Rico Verhoeven? Ja. Ken jij Badahari? Ja. Ken jij soms de Ninja Turtles? Ja. Bij de volgende opdracht gaan we een minuut lang allemaal kickbox oefeningen doen. Die mag je zelf doen op je eigen tempo, in je eigen snelheid. Maar je mag er nu ook bij schoppen. 3, 2, 1. Ja, let's go. Een goede houding aannemen. Goeie, niet naar mij schoppen. Hey, een goede houding aannemen en we gaan even boksen. Tik, tik, tik. Goed zo. Tik, tik. Vooruit stoten. Kom maar. Hup. Een beetje draaien, een beetje indraaien. Pas. Ja, ja. En die andere stoten. Hup, 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 hup. Hup. Rico, banden. Hup, tik, 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 tik. Hup, 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 hup. Ik ben groot fan van die twee mannen. Ja, die doen echt goed. En je mag ook erbij schoppen. Pap. Zo. Oeh, dat is wel erg hoog. Ja, en ga door. Hè. Vanaf onder. Ho, eventjes ontwijken. Pat. Hé, hey, zit je mij nou te slaan? Daar thuis. Hé, kom mee. Hop, pat, dat. Ga door. Hè. Tik, 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 tik. Links, links. Goed. 8 seconden. Hup, even snelheid maken. Tak, 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 tak. Onderlangs. Woe. En zo. 3, 2, 1. Zijn we klaar? Ja. En de laatste. Woe. Oh, goed gedaan thuis. Ik ga je vragen, jazeker, om weer iets te gaan zoeken in de huiskamer van een licht gewicht. Een licht gewicht. Wat zou dat kunnen zijn, Lavetsi? Een klopsla. Een klopsla? Hoe kom je daar nou bij, man? Of een kussen, of misschien wel een wc-rol. Iets van een licht gewicht. 3, 2, 1. En de tijd loopt. 20 seconden. Oh, je moet ook zoeken. Ja. Ja, je hebt me op ideeën gebracht, grote vriend. Waarom? Nou, jij zei volgens mij dat ik een krop sla moest pakken. Dus die heb ik gepakt. Helemaal goed, toch? Wat heb jij thuis gepakt? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even weten op hashtag Zefsport at Home. Misschien zie ik hem wel. Oké, de volgende oefening die we gaan doen. Lavetsi gaat hem heel eventjes voordoen. En dan gaan we straks de tijd beginnen. Heel goed. Hij mag niet vallen. Je klemt wat je hebt gepakt tussen je voeten. En dan hou je hem ook tussen je voeten. En je mag hem niet laten vallen, hè? De tijd loopt nu, Lavetsi. Ja, hij loopt de tijd. Kom maar. Hij mag niet vallen. Hij mag niet vallen. Het gaat jou ook niet gebeuren dat hij valt. Ik weet het zeker, want ik heb zoveel vertrouwen in jou. En zoveel vertrouwen in jou dat je dat kan. Oh, jongens. Ik voel het in mijn buikspieren. Ik heb wel een lekker, dat is een goed idee voor jou, een klop slaan, Lavetsi. Hey, ga jij wel even door? Weet ik, maak het even rustig. Oh, zat je te rusten? Dat kan natuurlijk ook, hè.
Want als jij nou vindt dat het te lastig is, dan pak je gewoon eventjes tijd voor jezelf. En dan kan je misschien nog wel... Oh, wacht even, de tijd gaat sneller door. Zo, jongen, ik zat alleen maar te praten weer. Nog 8 seconden. Nog 7. Nog 6. Ook je benen naar beneden doen, hè, La Versie. Nog 4. 3. 2. 1. Oh, deze was pittig. Applaus voor jezelf, jongens, thuis. Ik heb hem niet laten vallen. Ik heb hem nog steeds. Deze hebben we nog nooit gedaan, maar ik vind hem zo leuk. Het heet namelijk de Vries, alias Anne-Maria Koekoek. Zo direct gaan we een dansje maken. Nou, dat hebben we al een keer eerder gedaan, hè? La Vetsie, laat even zien hoe dat werkt. Maar als ik zeg Vries, dan moet je mij zo snel mogelijk nadoen. Misschien dat ik wel op één been sta. Of misschien dat ik wel heel erg laag zit. 3, 2, 1. Gooi maar een lekker dansje. Hé, ga maar een lekker dansje. Want dat kunnen we goed. Pap, en niet met die handjes erbij. Maar let goed op, want misschien zeg ik nu wel... Vries! Op één been blijf staan, hè? Hou vol, hè? Ja, het is net een stoelendans, hè? Ja, en dan gaan we weer. We dansen. Goed, we dansen. Lekker, door de huiskamer. Let op, let op, let op, let op. Vries! Ja, ik sta op mijn handen. Kun je het zien? Lukt het jou ook? Ik sta op mijn handen. En dan gaan we weer dansen. En dan gooi even een lekkere dansje eruit. Lekker met je heupen. Ja, lekker dansen. Ta, 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 ta. Ja, Vries! Op één knie! Dat heb je nog nooit gedaan in je leven. Dat heb je nog nooit gedaan. Maar nu doe je het. Bij onze workout. Geweldig! Ja, en dansen weer. Oh, oh. En dan gaan we de laatste Vries misschien wel. Lekker dansen. Hup. De laatste Vries is... Ja, de Superman! Oh, lukt het? Superman! 3, 2, 1. Goed gedaan thuis. En dan het onderdeel waarvan je altijd weet dat die weer terugkomt in deze geweldige workout, La Vetsie. En dat is de... rust. Dat is de rust. En je mag nu voor jezelf, La Vetsie, even wat uit de keuken gaan halen. Namelijk een stukje fruit. Let's go! La Vetsie, een stukje fruit halen. Wat voor stuk fruit pak jij? Ik ben heel benieuwd. Pak je een appel? Pak je wel een peer? Misschien pak je wel een banaantje? Het kan allemaal, hè? Stukjes fruit. Lekker. Kom maar. Hey, en daar is La Vetsie alweer. Wij gaan voor de banaan. La Vetsie heeft een banaan gehaald. Want ik wil je zeggen, ondanks het feit dat we natuurlijk ook heel erg goed in beweging zijn, moet je ook gezond blijven eten. Dus ik wil je vragen om in rustmomenten of misschien ook wel na de workout aan papa of mama of wie er ook bij je in de buurt is, even te vragen, mag ik nog een stukje fruit? En dan kunnen we ook doorgaan met gezond eten. Want het hoort er allemaal bij. Niet met volle mond praten. Oh, sorry. En de volgende opdracht is de onzichtbare basketballer. De onzichtbare basketballer. En wat gaan we dan doen, La Vetsie? Kan je dat uitleggen? En je mag natuurlijk ook juichen erbij als je scoort. We gaan lekker beginnen over 3, 2, 1 seconde. Ja! Pak de bal op en gooien. Woe! Huppakee, 3 puntetje. Oh! Ha, 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 ha. Juichen, hè, als je scoort. Ik dacht er al 5e. Woe! Wow! Woe! Tik, ja. Ik ga voor de 2 punten. Hup, tik. Misschien als je echt goed bent, kan je nog even van tevoren even wow, wow. En dan woe! Ja, 3 punten. Hoeveel punten heb jij al thuis gescoord? Ga je goed de bal pakken van de grond en gooi hem ook goed weg naar boven? Ja, huppakee. Oh, ja. En dan pakken we hem weer. Ziet er goed uit, hoor. Oh, yes. Yeah. Tikkie, 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 takkie. Wow, ja, zeker. Hou vol, hè. Hou vol. Pak die bal van de grond. En, woe, da, 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 da. 3 punten. Nog een keertje. Hup. Pak hem op. Ga door, La Vetsie. Hup, en springen erbij. Tak. Woe. Nog 1 3 punten, La Vetsie. Achter me terug. Hup, achteruit, achteruit. 3 punten. Laatste schot voor de winnende. Wow. En. Woe, woe, woe. 3 punten. Hoeveel heb jij gescoord? 50. Kijk je mat helemaal, joh. Ho, ho, ho. Goed gegooid, La Vetsie. Jij ook thuis. De volgende oefening. We hebben een artikel of een product nodig uit de huiskamer. Ja, hartstikke idee. Ik heb een bal. Ja, dat is duidelijk. En ik heb weer een kussen. Je gaat namelijk recht mij aankijken. La Vetsie deed hem al, maar hij deed het nog niet goed genoeg. En dan ga je proberen hem achter je rug te vangen. 3, 2, 1. Yes. Laat me eens even zien.
Oh nee, maar je moet wel een beetje bewegen met je armen. Dus je moet gaan zoeken en voelen. Ja, goed zo. Zoeken en voelen. Zoeken en voelen. Dus over je heen en pak een been. En gaat dit nou goed, Lavetsi? Dan mag dat ook op één been, hè? Dus dan kan je op één been gaan staan. Oh, nee. En dan, wow. Oh nee, het lukt mij ook niet. Jemig. Op je hoofd, Lavetsi. Hup. Oh, bijna, bijna, jammer. Hoe gaat het bij jullie thuis? Heb je al een paar keer gevangen? Ja, lukt dat nou op één been, hè? Op één been, met mijn ogen dicht, let op. Speciaal voor jullie. Zo, dit is lastig, één been, ogen dicht. Maar ik heb hem! Oh, oh. Oké, doe jij het eens met een kussen, Lavetsi. Doe jij het eens met een kussen en ik met een balletje. Ja, oké, gaan we nog een keer proberen. Oh, dit is wel lastig, dit is kleiner. Hoe groter, hoe beter volgens mij. Grap, ik stap één. Ja! Is het thuis al gelukt? Laat me even weten. Hashtag Zichtsport at home, hè? Oh, bijna Lavetsi. Jemige, dit is wel een leuke oefening, zeg. Oh. Ja, heel goed. Wie heeft er een vaas gepakt? Sorry hoor, papa en mama. Of ze moeten hem vangen. Nog 3, 2, 1. Dit kan je natuurlijk gewoon blijven oefenen, hè? Hartstikke goed gedaan. Volgende keer misschien weer. Hij is er weer. De opdrukchallenge. Lavetsi is al begonnen. Ben jij ook al begonnen? Op naar je persoonlijke record in 3, 2, 1. Oké, let's go. Druk weer op. En geniet van de muziek die erbij is gezet. Want ja, dat is zo motiverend, die muziek. Oh, hoor dat eens even. Bam, bam. Ja, tuurlijk. Huppakee. En ik klap er zelfs bij. Oh, dat is niet te vaak doen. Oh, ja. Ga door, ga door. Hoppakee. Het is een minuutje, hè. Als je dit niet te zwaar vindt, gebruik dan even je knieën, zoals Lavetsi dat doet. Lavetsi, wat ben je aan het doen, jongen? Ben je aan het hekbengen? Jongen, 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 ik zie die mat heen weer gaan. Hallo, hé. Hoeveel zit je al, Lavetsi? Oh. Blijf hem zo goed mogelijk uitvoeren en doe je best. En als je moe bent, pak even je rust, maar blijf gewoon omdrukken, hè. Tak, tak, woe. En blijf vooral ademhalen. Super belangrijk, anders loop je helemaal rood aan, zoals ik. Nog 10 seconden. Kom op. 5, 4, 3, 2. 1. En het is gedaan. Wat is jouw persoonlijke record? Laat het me alsjeblieft even weten, want ik ben zo nieuwsgierig. Lavetsi, wat is jouw record? 155. Ja, maar jij bent eerder begonnen. De laatste die we doen is uiteraard de cooling down. Dat hebben we dik verdiend. Maar dan moet je niet in de ijskast gaan staan. Ik heb het koud. Dan heb je het veelste koud of in de diepvriezer. Gaan we niet doen. We gaan de armen even omhoog doen. Ja, doe gezellig met ons mee. Zeker die laatste minuut. En dan ben ik nu even een roosje. Of wat voor bloem ben jij? Madelief. Madeliefje. Oké, we gaan naar beneden toe. We gaan naar beneden toe. En je gaat met je billen op je hakken zitten. Zit je al even heel goed. En dan ga je met je handen naar voren. En je hoofd is bijna tussen je benen. Zo hé, goed zo Lavetsi. En strek je armen uit. En dan mag je met je handen van links naar midden naar rechts. Goed zo Lavetsi. Rustig aan, rustig uitvoeren. Goed zo jongen. Goed zo, keurig. Oké, en dan kom je weer terug met je handen over je benen. Zo, en dan worden we weer even een roos. En in dit geval van Lavetsi een madelief. Lekker ontspannen. Ik voel me helemaal goed. Ik voel me helemaal zen. Ik voel me helemaal perfect. Ik voel me helemaal Zichtsport at home. En het is klaar. Deze workout zit er helaas op. Maar wat is de finish? Wat is de finish? Alle andere workouts zijn op YouTube te vinden. Hoe kan het niet? Maar alle andere workouts zijn op YouTube te vinden. Dus je kan ze gewoon terugkijken? Ja. Yes, dan gaan we dat doen, toch? Ron, we zien elkaar, hè? Hoi. Ja. Hoi. Eens even kijken, ja. Even zien, hoor. Als het goed is, heb ik alles opgenomen, dus even zien, hoor. Hoe ben ik dat ding? Ik heb... Hé, hey, is te gek. Och, ik heb het toch wel opgenomen, mag ik hopen? Even kijken, hoor. Even terugspoelen. Niks. Helemaal niks. Ik heb het niet opgenomen. Ah, dat is een stukje vervelend, zeg. Sorry, Nathan, ik heb het niet opgenomen. Oh, even toch die cursus terughalen. Hoe zet ik een camera aan? Ach, dit is vervelend, zeg!